Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze opruim/schoonmaak video. Ik dacht het is leuk om op deze manier te laten zien waar ik nu precies woon of hoe ik eigenlijk woon. En ook een beetje schoonmaak/opruimmotivatie te geven. Want zoals jullie kunnen zien is mijn huis a complete and utter mess. Het is namelijk zo dat we afgelopen weekend Brooke de verjaardag hebben gevierd. En dan heb je natuurlijk slingers en ballonnen en noem maar op. En ik heb ook het een en ander gehaald om het huis mee te decoreren. Dus dat lag allemaal nog gewoon. Het doel van deze opruiming was een beetje om de spullen die nu op tafel liggen in ieder geval in de juiste ruimte te leggen. Dus als het bedoeld was voor de keuken, dan gaat het naar de keuken. Als het bedoeld is voor een slaapkamer, gaat het naar de slaapkamer. Als het weg moet, gelijk wegdoen. Waarom natuurlijk de ballonnen en het kratje waar alle tractaties in hebben gezeten. Dat soort dingen heb ik dan allemaal gelijk in ieder geval in de juiste ruimte gelegd. Omdat ik nogal erg scatterbrained kan zijn en dus echt van de hak op de tak denk. En als ik dan eenmaal denk van, hé, hier heb ik een vorkje, zou ik zomaar kunnen doorslaan in, ik ga mijn hele bestekla uitruimen en stofzuigen en weet ik wat allemaal. En het doel van vandaag was echt om in ieder geval het huis aan kant te hebben, opgeruimd te hebben en waar mogelijk ook schoon te maken. Zoals jullie zien loopt Donna ook gewoon lekker los in huis en daar ben ik echt super blij mee. Het was even spannend of ik er mee kon nemen omdat ik niet gelijk een hondenuitlaatservice heb gevonden. Maar ik heb er dus eentje gevonden die haar een aantal dagen in de week tussenmiddag uitlaat zodat ik gewoon kan blijven werken. Dus het is super fijn, ik heb zoveel gezelschap van haar, ze is zo ontzettend lief. En ja, dat maakt ook wel dat ik wat meer schoon te maken heb, want ze verhaart nog steeds enorm. Dus dat blijft toch wel een ongoing issue. Overigens zijn deze haakjes die je in je muur of op je plafond kan vastmaken voor vlaggetjes echt super handig. Zeker nu ik net alles behangen heb en geverfd heb, wil je eigenlijk natuurlijk geen afdrukken hebben. En dat kan me gewoon weer helemaal netjes af en dan kan je toch een beetje de kamer leuk versieren. Ik doe ook altijd alle vlaggetjes en dat soort dingen die je her kan gebruiken in een doos. Oh, kijk Ginny. Ginny kan ook even kijken. En dan kan ik het de volgende keer eventueel zo erbij pakken. Ik heb in dit huis geen echte ruimte voor een kantoor, dus de meeste spullen blijven op de tafel liggen. Nu probeer ik dat een klein beetje half in de voorraadkast weg te leggen en toch maar een klein beetje in een hoekje daarvan van de tafel. Als ik namelijk administratie of werk moet doen op de computer, dan zit ik of beneden aan de eettafel of boven op zolder op de chillhoek die we daar gemaakt hebben. Want Ginny loopt nu wel beneden, maar als Donna echt wil spelen, dan is dat gewoon te veel voor Ginny. Dan schiet ze weer naar boven. En ik vind het ook leuk om haar gezelschap te houden. Dus ik probeer een beetje tussen die twee locaties te verdelen, zodat ze niet allebei het gevoel hebben dat ze de hele dag alleen moeten zitten. Zoals je kan zien liggen op de zwaar een behoorlijke stapel met placemats. Ik heb de intentie om een basketwall te maken. Als je dat googelt op Pinterest, het ziet er echt chefskiss uit. Dus dat ga ik op de witte muur aan de andere kant van de eettafel proberen te monteren. Je kan namelijk zo'n wallbasket gewoon, zo'n basketwall decor ding in zich heel kopen. Maar dan ben je gewoon 120, 150 euro kwijt. En deze komen gewoon van de Action en de Xenos. En ik dacht, dan kan ik het zelf gaan proberen. En lukt het dan niet, kan ik altijd nog zoveel geld uitgeven. Maar ik denk wel dat het mij lukt. Een van de dingen die ik ook een beetje gebruik om te opruimen is dat ik een potje heb staan op het dressoir. En daar gaan de sleutels in en de bonnetjes die ik moet bewaren. En de kleine dingetjes die de kinderen dan bijvoorbeeld mee de auto in willen nemen of weet ik wat. Dat gaat allemaal in dat vaasje. En dan kunnen we het vanuit daar uitpakken. Dan ziet het voor de rest op het dressoir er toch wel netjes uit. Zoals je kan zien staan in de hoek nu ook nog skielers van Brooke en die staan naast een mand. En het is een beetje zo'n bohemian mand en die wil ik straks nog helemaal gaan vullen met een of andere leuke plant. Liefst een beetje een hoge die tegen weinig zonlicht kan, want het is soms echt best wel donker in dat hoekje. Maar er zijn nog van die kleine details waar ik even nog een beetje meer aankleding moet gaan vinden. Ik ben natuurlijk zo snel overgegaan dat ik niet echt het hele huis al gedecoreerd heb zoals ik dat zou willen. Het voelt soms nog een klein beetje kaal. En ja, Donna mag hier van mij gewoon op de bank. Het is eigenlijk niet te doen om haar ervan af te houden. Want dan zou ze in een andere ruimte moeten zitten. En als ik weg ben of als ik boven ben. Of nou ja, hè, dan gaat ze er toch op. En voor rottweilers werkt het nou eenmaal zo. Dat als ze er eenmaal op mogen, één keertje erop zijn geweest, dan mag dat dus altijd. Dus ik heb haar vanaf dag 1 aangeleerd dat ze gewoon op haar kleedje mag. Ik heb een vlieskleedje, dat leg ik op de bank neer. Daar gaat ze eigenlijk altijd op liggen. Het kleedje verschuift natuurlijk wel eens als ze erop en eraf gaat. En dan komt ze toch wel op de witte hoezen. Maar het is gelukkig een tweedehands bank. En
ja, er zaten al wat vlekken op. Er was altijd al de intentie om er een donkere hoes voor te kopen. Die is ook onderweg. Dus voor nu leg ik gewoon iedere keer netjes de kleedjes erop neer. En als de bank een klein beetje harig wordt, dan heb ik deze hele handige pet hair remover van de Bicel. Het is een soort van handstofzuigertje. En die werkt echt als een gekko om de haartjes te verwijderen. En weet je, alles zand en alles wat op de bank blijft liggen op te nemen. Zoals je ziet, echt een randje zand, omdat ja, we lopen toch in het park. Nou, zet je het andere opzoekstukje erop en hoepatee, alles is weer netjes schoon. Dus dat doe ik nu zo om de 2 dagen of zo, maak ik even de bank weer netjes. En dan kan de maar gewoon weer lekker liggen. Je ziet nu ook echt staan te wachten is op dat kleedje op de bank liggen, want dan kan ze weer lekker liggen. Maar ja, ik moest het kleedje toch eventjes een beetje opfrissen. Och, en dan die keuken, wat een rommeltje. Maar dat is dus ook wel een beetje waar ik tegenaan loop. Dat, zeker het barretje, dat is een beetje een catch-all plek geworden voor dingen die naar boven moeten, voor dingen die naar een andere plek moeten, voor nou ja, hè, broodrommeltjes, noem maar op. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem heb aangeschaft, want ik heb een beetje een rare keuken hoe die in elkaar zit. Ik heb namelijk een keukenblokje van 3 waarnaast het gasfornuis gelijk zit. En daarnaast heb je dan een soort van halfloze ruimte, omdat je daarvoor dan nog de vaatwasaansluiting hebt zitten. Dus het, ja, er moest een workflow gecreëerd worden die daarmee om kon gaan. En dat ik dan ook nog genoeg werkbladruimte had om broodrommeltjes en zo te maken. Dus ik ben er nog steeds heel blij mee dat de bar in principe hier staat, zoals hij nu staat. Ik vind het niet te vol, maar het is gewoon lekker aangekleed. En ik heb wel gewoon ruimte genoeg om alle spulletjes te kunnen plaatsen. Zoals een broodrooster, een koffiezetapparaat. Nou ja, en toch ook nog ruimte heb om de bakjes te vullen. De barkrukken die heb ik wat later aangeschaft, maar ik zag een leuke deal bij de bol.com. En het idee is dat als de kinderen dan straks een beetje huiswerk kunnen maken of zo, of als ze willen helpen met iets, dat ze dat dan vanaf daar kunnen doen. Maar ik vermoed dat daar niet heel veel gebruik van gemaakt van gaat worden. Maar het staat wel leuk aangekleed. Ik zie ook echt dat je nog in de vensterbanken het houten bestek en de zakjes met suiker en de plastic bekertjes nog ziet staan die we met de verhuizing allemaal gebruikt hebben. Maar ja, ze zijn niet allemaal op en het is altijd handig als je dat nog achter de hand hebt voor verjaardagen of wat dan ook. Het is jammer dat ze een beetje uit focus... Oh, daar gaan we weer. Oh, nee, toch niet. Uit focus is mijn cap dus aan de muur daarachter naast de achterdeur. Van die keukenrekjes, van die keukenstangetjes geplaatst. En daar heb ik dan dus kruidentuintjes aan gehangen. Of kruidenpotjes eigenlijk. Ik merk dat het wel lastig is om alles in leven te houden. Maar dat heb ik toch altijd al gehad. Altijd moeilijk voor mij om echt groene vingers te hebben. Dus, maar ik vind het wel heel erg leuk staan. En af te gebruiken natuurlijk ook een paar blaadjes basilicum of munt of wat dan ook. Dus ja, dat is gewoon helemaal super. Die mandjes komen trouwens van de Shein af. Er zitten uien en knoflook en zo in. Ook echt super handig. Ondertussen ben ik dus alles ook in de kliko's aan het gooien. Dat is natuurlijk ook eventjes ja, voor mij weer anders als anders. Normaal deed ik alles in de grote restafvalcontainer gooien. En nu moet ik het echt even gaan verdelen. Maar ik merk dat daar ben je vrij snel aan. Hier kan je goed zien dat ik natuurlijk vrij weinig ruimte heb. Dus waar ik nu sta, daar staat een vaatwasser. Daarnaast heb ik dan een kleine trolley en dan eigenlijk een soort van keukenwerkblad waar mijn Ninja op staat en waar ook een kookplaat op staat, zodat ik toch kan koken. Want als je daar alleen een gasfornuis zet, dan had ik daarnaast ja, een soort van 40 centimeter vierkantje waar je eigenlijk dan niks aan kon doen, omdat je toch ook met je vaatwasseraansluiting zit. En eigenlijk ben ik heel blij met hoe het nu werkt. Het is een beetje kijken waar je al je apparatuur bewaren. En ik denk dat ik uiteindelijk het broodrooster ga
ga neerzetten waar nu de waterkoker en de sodastream staat. Dus precies waarvoor ik nu sta eigenlijk. Want de waterkoker gebruik ik niet zo heel erg vaak. Dus als je die niet gebruikt, kan ik die makkelijker pakken. En de kinderen eten eigenlijk altijd 's ochtends geroosterde boterham. Maar zo ben ik nog een klein beetje aan het zoeken waar alles handig zou kunnen staan. En hoe ik het handig kan inrichten. Maar voorlopig is in ieder geval zoveel mogelijk uitstand. Er zit niks eigenlijk meer echt in dozen. Nog een klein beetje kantoorspullen en voorraad voor de badkamer. En dat is het dan gelukkig. Dit is ook echt de uitvinding van de eeuw. Dit is ook een bicel. Dit is ook een cross pet hair crossover type van dingetje. Het is een stofzuiger en een dweil in één. Als je dat gewoon echt onder een paar dagen doet, dan ligt er nog niet genoeg haar van Donna dat die vastloopt. Dus dat is wel iets wat je langer als dat wachten zou toch eerst moeten gaan vegen. Of eerst moeten gaan met een gewone stofzuiger aan de slag moeten. Maar dit is dus stofzuigen en dweilen in één. Je vult het kokertje wat aan de achterkant van de steel zit met water en een beetje bicelmiddel. Een soort van schoonmaakmiddel. En je gaat van heel langzaam heen en weer. En dan neemt hij alle rotzooi op. Inclusief dat hij het gelijk even met schoon water nat maakt. En dan met de borstel eroverheen gaat om het weer op te zuigen. En dan ziet het aan het einde van de dag je huid na dag. Dit was een dagdeel. Gelukkig is de woonkamer en de keuken niet zo groot. Ziet het er allemaal weer zo uit en kan ik weer heerlijk genieten van mijn eigen plekje. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan hoop ik jullie in de volgende video weer te zien. Bedankt voor het kijken. Doei doei.